Meneer de rector Magnificus, leden van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht. Leden van de raad van bestuur van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Mevrouw de minister, geachte collega's en toehoorders, lieve vrienden en familie. Zo'n 35 jaar geleden, in 1982, publiceerde de Amerikaanse filosoof Stephen Toulmin een inmiddels klassiek geworden artikel, How Medicine Saved the Life of Ethics. In dit artikel beschreef hij de stagnatie van de moraalfilosofie, wat we nu meestal de academische ethiek noemen. De status van de ethiek was al niet zo hoog in de hiërarchie van de filosofische specialismen, maar pakweg de eerste 60 jaar van de 20e eeuw ging het helemaal niet goed met de ethiek. Moraalfilosofen waren heel erg naar binnen gericht, hun werk was heel abstract en theoretisch. Niemand hield zich bezig met normatieve, toegepaste vragen over concrete morele vraagstukken en dilemma's. Mijn vakgebied was op sterven na dood. Het was een groep moraalfilosofen en theologen die zich in de jaren 1960 begon te richten op de snelle technologische ontwikkelingen in de geneeskunde, waardoor een nieuwe discipline ontstond, bioethics, de bioethiek. Drie factoren droegen bij aan het ontstaan van mijn vakgebied. Ten eerste de technologische ontwikkelingen. Vanaf de jaren 50 van de 20e eeuw nam de geneeskunde en het medisch-wetenschappelijk onderzoek een hoge vlucht. In slechts een aantal decennia werden ongekend veel nieuwe technieken en apparaten geïntroduceerd. Er kwamen nieuwe mogelijkheden aan het begin van het leven, zoals in vitro fertilisatie, prenatale diagnostiek en later ook embryoselectie. Het werd mogelijk een zwangerschap te voorkomen door de ontwikkeling van voorbehoedsmiddelen, zoals de pil, of af te breken door middel van abortus provocatus. Ook aan het eind van het leven werd er steeds meer mogelijk. Nadat rond 1952 de eerste beademingsmachines werden ontwikkeld, ontstonden discussies over kunstmatige beademing en wel of niet doorbehandelen. Ook ontstond in deze jaren de nierdialyse, reanimatietechnieken, kunstmatige voeding en de transplantatiegeneeskunde. En die laatste zorgt tot heden voor politieke discussies, zoals we hebben kunnen merken. Nieuwe technieken roepen de vraag op die iedereen associeert met ethiek. Moet alles wat kan? Waar enerzijds een groot optimisme heerste in de jaren 60 over de ongekende mogelijkheden van de technologie, werd anderzijds ook aandacht gevraagd voor de keerzijde van technologie. Ten tweede is de bioethiek ook born in scandal. Schandalen en controversiële wetenschappelijke studies hebben geleid tot de ontwikkeling van de biomedische onderzoeksethiek. En ten derde paste de ontwikkeling van de bioethiek goed bij de ontluikende denkbeelden in de jaren 60 van de 20e eeuw over emancipatie, democratisering en patiëntenrechten. En zo ontstond er een nieuw interdisciplinair vakgebied op het snijvlak van onder andere de filosofie, theologie, levenswetenschappen en geneeskunde. De nieuwe bioethici gingen zich richten op concrete, real-life morele vraagstukken, op wat nieuwe technologie en medisch-wetenschappelijk onderzoek betekende voor professionele rollen en verantwoordelijkheden. En ze benadrukten dat ethiek en het ethisch redeneren niet alleen een intellectuele component heeft, maar dat het net als de geneeskunde ook een kunst en een vaardigheid is. Net als de arts die niet alleen kennis nodig heeft, maar ook klinisch oordeelsvermogen. Overigens was de reputatie van de nieuwe discipline bioethiek in de beginjaren erg slecht. Filosoof Art Kaplan noemde het bastaardkind van de filosofie en theologie. Je moest destijds, aldus Kaplan, vooral niet zeggen dat je bioethicus was. Dat was een soort van toegeven dat je alcoholist was, of erger. Los van enig drankgebruik, de reputatie van de bioethiek is inmiddels stukken beter. Bioethiek floreert. We hebben onze eigen internationale wetenschappelijke congressen en tijdschriften. Op elke faculteit geneeskunde is er een vakgroep medische ethiek. Ik ga nu niet hardop zeggen welke faculteit of welke universiteit in Nederland het laatst was. En ethici zitten in allerlei medisch-ethische commissies. Je kunt zeggen dat de biomedische ethiek tenminste gelijkwaardig is geworden aan haar ouderlijke disciplines van de theologie en de filosofie. Hetgeen inderdaad de disciplines zijn waar ik vandaan kom. Met andere woorden, het was de buitenwereld en met name het biomedisch veld dat de ethiek die op sterven na dood was gereanimeerd heeft. Een nieuwe reden van bestaan gaf. En vandaar dat Toulmin concludeerde dat de ethiek, haar relevantie voor mens en maatschappij, welke voorgoed verloren leek, weer helemaal teruggevonden had door de geneeskunde. How medicine save the life of ethics. Dus bij deze bedank ik alsnog de biomedische innovatoren van de jaren 50, 60 en 70, die ons beademingsmachines, voortplantingstechnologie, anticonceptie, antibiotica, vaccinatie
genetische testen en daarmee heel veel morele vraagstukken en dus ook mijn vakgebied, de biomedische ethiek, hebben gebracht. Maar, dames en heren, met onze redder lijkt het nu zelf niet zo goed te gaan. De geneeskunde, de biomedische wetenschappen zijn in crisis. En dat heb ik niet zelf verzonnen, ik zou niet durven, maar de kritiek groeit van binnenuit. Net als met de ethiek in de jaren 50 en 60. De laatste jaren groeit de bezorgdheid binnen de biomedische wetenschappen en de geneeskunde. Hele series zijn hieraan gewijd in de gezaghebbende medische tijdschriften, zoals de British Medical Journal, PLOS Biology en The Lancet. In 2005 gooide wetenschapper John Ioannidis een knuppel in het hoenderhok met een artikel Why Most Published Research Findings Are False. Sindsdien is er een correspondentiestroom op gang gekomen met artikelen met titels als Avoidable Waste in the Production and Reporting of Research Evidence en een hele reeks van artikelen getiteld Increasing Value, Reducing Waste in The Lancet. Waarover gaan deze artikelen? Welke kritiek wordt erin verwoord? Het komt er in grote lijnen op neer dat de helft of zelfs meer van het wetenschappelijk onderzoek niet reproduceerbaar is. Dat wil zeggen dat het niet herhaald kan worden in een ander lab of in een vervolgstudie. De data zijn vaak niet open toegankelijk, waardoor het moeilijk of onmogelijk is om het een en ander na te rekenen. Er is een publicatiecultuur ontstaan waarin kwantiteit, dus zoveel mogelijk artikelen, boven kwaliteit lijkt te gaan. De vragen die onderzocht worden zijn low priority. Ze gaan dus niet over de belangrijke, onopgeloste vraagstukken voor patiënten. Bijvoorbeeld over bijwerkingen die een hele grote impact kunnen hebben op de kwaliteit van leven. Belangrijke uitkomstenmaten worden niet meegenomen. Er is een zogenaamde valley of death, wat betekent dat er weinig studies in het lab uiteindelijk ook echt tot een nieuwe behandeling leiden. En verder, en ik hou bijna op, is er sprake van publicatiebias. Bijvoorbeeld negatieve en neutrale wetenschappelijke onderzoeksresultaten worden amper gepubliceerd, waardoor de resultaten van heel veel studies ontbreken en er dus een vertekend beeld ontstaat. En tot slot, diermodellen zijn vaak niet beschikbaar of controversieel. En als er al resultaten zijn, worden deze vaak niet geregistreerd of gepubliceerd. Het lijkt wel of de biomedische wetenschappen en de geneeskunde hetzelfde overkomt als de ethiek 70 jaar geleden. Naar binnen gericht, niet per se gericht op de belangrijke vraagstukken, te weinig betrokkenheid van patiënten en de buitenwereld over de onderzoeksagenda. Maar dames en heren, zoals toegeschreven aan Machiavelli en Churchill, never waste a good crisis. Zoals gezegd is mijn eigen vakgebied feitelijk geboren uit verschillende crisis en maatschappelijke veranderingen. Hoe kan je een vakgebied beter bedanken dan je diensten terug aan te bieden? Kunnen wij, ethici, onze zeer gewaardeerde collega's binnen, maar ook buiten mijn faculteit een helpende hand bieden? Met andere woorden, can ethics save the life of biomedicine? Ik noem onze manier van ethiek bedrijven ethisch parallelonderzoek. Ethisch parallelonderzoek blijkt heel geschikt te zijn voor de vroege evaluatie van biomedische technologie. Zo heb ik mezelf de afgelopen jaren intensief bezig gehouden met ontwikkelingen en de ethische aspecten van bijvoorbeeld het genetisch onderzoek, de regeneratieve geneeskunde, waaronder het stamcelonderzoek, biobanken, voortplantingstechnologie en het gebruik van big data. Ethisch parallelonderzoek betekent dat ethici de ethische aspecten van nieuwe biomedische technologie parallel aan de ontwikkeling van een nieuwe technologie identificeren en evalueren. De ethicus werkt samen met de onderzoeker in het lab, de data scientist achter de computer, met patiënt, met proefpersonen en met de arts die een klinische trial wil starten. En we doen dit alles het liefst in een vroeg stadium en niet aan het einde van de pijplijn als een behandeling of techniek al uitontwikkeld is en de belangrijkste beslissingen al genomen zijn. En op deze manier kunnen de wetenschap, biomedische technologie, ethiek en maatschappij elkaar vormgeven. Co-productie noemen we dat. En dit staat tegenover het klassieke beeld waar wetenschap en ethiek en maatschappij heel sterk gescheiden werelden zijn, met sterk afgebakende rollen. Met andere woorden, we kunnen niet doen alsof universiteiten en laboratoria een soort van afgeschermde kokers zijn, die zelfstandig kennis ontwikkelen die objectief en waardevrij is. De grote vraagstukken lijken op zogenaamde wicked problems. Problemen en vraagstukken die niet door één discipline worden opgelost, waarbij er discussie is over wat überhaupt de gewenste uitkomst is of zou moeten zijn. Met andere woorden, je hebt interdisciplinariteit en normativiteit nodig. En dat is precies hoe de moderne biomedische ethiek opereert. Mede door de techniekfilosofie ben ik ervan doordrongen geraakt dat de mens en technologie altijd met elkaar verbonden zijn. Ze kunnen niet los van elkaar gedacht worden.
Sinds mensenheugenis maken wij gebruik van wetenschap en technologie om de wereld beter te begrijpen en ook te controleren. En veel van u hebben wellicht, net als ik, op vakantie de twee boeken van Yuval Harari gelezen. Waarin we kunnen lezen dat onze verre voorouders al vanaf de steentijd in de weer zijn met technologie. Ook al was het misschien in wat primitievere vorm. De mens is van het begin af aan door en door een technologisch wezen. We noemen het gezichtspunt van hoe ik mens en technologie benader de postfenomenologie. Filosofen hebben soms de neiging de dingen nog moeilijker te maken met lastig jargon, net als de collega artsen. Maar wat u zou kunnen onthouden is dat mens, wereld en technologie elkaar vormen in een onderlinge relatie. Zoals techniekfilosoof Peter Paul Verbeek het zegt, technologie bemiddelt de relatie tussen mensen en hun wereld. Technologie kan aanzetten tot handelen, heeft impact op ons, maar wij hebben net zo goed impact op technologie. Zoals Sheila Jasanoff haar meest recente boek opent, Our Inventions Change the World and the Reinvented World Changes Us. Met andere woorden, mensen hebben bijvoorbeeld de pil, voortplantingstechnologie en genetische testen ontwikkeld. En die technologie heeft vervolgens weer grote invloed op de emancipatie van de vrouw, op welke wijze mensen kinderen krijgen en hoe ze dat ervaren en ook beleven. En als er op een dag geslachtscellen, dus eicellen en zaadcellen, uit huidcellen gemaakt kunnen worden, en dit kan al bij muizen in het lab, dan zal ook dat een revolutionaire impact hebben op kinderen krijgen en überhaupt het hele concept van wat familie is. Omdat technologie, artefacten, dus dingen, impact hebben op ons, ons aanzet tot handelen, is het niet neutraal. Het heeft zelfs een politieke lading. Ook medische technologie medieert. Ook in medische technologie kan een zogenaamd script zitten. En als je dat eenmaal weet, dan kan je maar beter mede vormgever worden van dat script. En zo komen we weer op die co-productie. Ik zie de ethicus dan ook in eerste instantie als een kritische begeleider van verantwoorde innovatie van binnenuit. Niet zozeer als een beoordelaar van buiten. Niet als iemand die alle vragen over ethiek zou kunnen beantwoorden als een soort alleswetende wijze. Van, oh, geef mij even de ethiek. Of we vragen het de ethicus. Ik wil mensen aanzetten mee te reflecteren op de wetenschap en de technologie die ze zelf ontwikkelen in het lab, waarover ze lezen of leren als student, die ze gebruiken als patiënt, of waarover ze beleidsbeslissingen mogen nemen als politicus of als ambtenaar. En dat is een onderdeel van het zogenaamde vervlechtingsmodel. Maar het is met name belangrijk dat we in een vroeg stadium betrokken zijn. De ethicus wil namelijk laten zien dat er al in de designfase ethische keuzes worden gemaakt. Dat er dan al sprake is van impliciete normativiteit. Even een heel alledaags voorbeeld, onze nieuwe keuken. We hebben thuis een nieuwe keuken. Net zoals je thuis bij het vormgeven van een nieuwe keuken nadenkt over hoe je de keuken gaat gebruiken, hoe je gezinssamenstelling is, wat je budget is, dat je het fijn vindt dat er vrienden zo aan dat barretje hangen op de blauwe stoelen. Zo moet je dat met elke andere technologie en medische technologie dus ook doen. In een vroeg stadium nadenken, welke moraal wil ik er eigenlijk in stoppen? Met andere woorden, je kunt een deel van de normativiteit, van de moraal, al in de techniek of in het ontwerp zelf stoppen. Dames en heren, ethisch parallelonderzoek speelt zich niet alleen af in ziekenhuizen, laboratoria, collegezalen en universiteiten, maar wat mij betreft ook in het politiek-maatschappelijke debat. En soms vraag ik me wel eens af of we echt in staat zijn om een serieus politiek-maatschappelijk debat over nieuwe biotechnologie te voeren. Ik vind het nu eerlijk gezegd niet altijd goed gaan en dat licht ik graag toe aan de hand van de ontwikkelingen in de genetische techniek CRISPR-Cas9, waarbij het genoom, dus het DNA van alle levende organismen en dus ook bij de mens en menselijke embryo's, kan worden gemodificeerd. En op het plaatje aan de linkerkant ziet u zo'n menselijk embryo helemaal in het beginstadium. Genome editing wordt deze techniek ook wel genoemd. En ik vind de publieke debatten over genome editing snel een beetje armoedig worden. En dat vind ik juist een probleem, omdat je juist bij dergelijke ingrijpende technologie de maatschappij een stem wilt geven. Ten eerste is er sprake van zwart-wit denken. De vraag die mij telkens weer gesteld wordt, ook door journalisten, is, ben je voor of tegen het genetisch veranderen van embryo's? De wereld wordt opgesplitst in bioconservatieven, die uiterst terughoudend tegenover biotechnologie staan, en transhumanisten, die de toepassing van biotechnologie een morele plicht vinden. Ik voel me niet thuis in het sterke dichotome voor- of tegendenken. Ik vind het een niet zinvolle manier om naar technologie te kijken. Stel liever de vraag, hoe kunnen we genome editing zo vormgeven dat het waardevolle dingen bevordert?
Bijvoorbeeld dat mensen een gezond kind kunnen krijgen. En dat het bijwerkingen, zoals ongewenste discriminatie, zoveel mogelijk vermindert. We moeten ons niet afvragen of we voor of tegen zijn, maar telkens het gesprek aangaan over wat we zouden willen nastreven met die nieuwe genetische techniek en dan mede vormgevers worden. Ook hier geldt, borg de moraal in de techniek. Ten tweede zijn de publieke debatten vaak een uiting van technologisch determinisme. Het ontkent dat mensen invloed en controle kunnen uitoefenen op technologie. Altijd weer wordt aan mij de vraag gesteld, maar de ethiek loopt hier toch achteraan. Het gebeurt toch, we kunnen er niks aan doen. Dit ruist in tegen alles wat ik gezegd heb over co-productie en de verwevenheid van mens en technologie. Ik vind de gedachte dat de technologie ons helemaal zou beheersen, vind ik zelfs gevaarlijk. Want hoe kan je, als je dat echt gelooft, nou nog mede vormgever zijn? Ten derde is het debat dogmatisch. Er worden lines in the sand genoemd, waar we niet overheen mogen. Maar in de wetenschap en ook in de ethiek gaat het om provisional fixed points, om voorlopige waarheden. Tenzij je dogmatisch of religieus dogmatisch bent, alleen dan heb je misschien leefregels in steen gehouden. Maar zelfs het conservatisme van Edmund Burke zal toegeven dat om iets te behouden moet je veranderen. Ik geloof niet in eeuwige ethische grenzen, want ethiek is tijd- en cultuurgebonden en daarmee grenzeloos. Ten vierde is veel kritiek op genetische technologie eigenlijk maatschappijkritiek. Kritiek op dominante waarden en attituden in onze maatschappij. Kritiek op genome-editing richt zich bijvoorbeeld op de onderliggende maatschappelijke waarden. Bijvoorbeeld weerstand dat alles aan onze kinderen perfect zou moeten zijn. Of angst voor verlies aan solidariteit. Ik vind de kritiek soms terecht, maar vaak ook vol met hellend vlak argumenten en onbereflecteerde emoties. En ik heb van de filosofen Martha Nussbaum en Hannah Arendt geleerd dat we juist een rationele, ethische analyse nodig hebben om te reflecteren op onze emoties. Omdat we anders belanden in morele vooroordelen. Want hoe bepaal je anders het verschil tussen morele intuïties die je misschien wel op het goede spoor zetten en de ongerechtvaardigde onderbuik, zoals racisme, seksisme en ga zo maar door. En tot slot, we zijn tot nu toe de paradox van de regulering van technologie niet goed onder ogen gekomen. In een liberale, pluralistische maatschappij hebben mensen verschillende opvattingen over wat het goede leven is. En dat wil je respecteren. En liberalen zoals ik willen de beslissingen over het goede leven zoveel mogelijk bij mensen zelf leggen. Maar tegelijkertijd moeten er beslissingen genomen worden over regulering van technologie. En daarmee moeten er beslissingen genomen worden over het goede leven. En dat leggen we grotendeels neer bij waar het hoort, bij onze democratie. En dat betekent dat onze politici, waaronder ik, uitspraken moeten doen over het goede leven en dus ook over de brede moraal. Een neutrale overheid is dus niet mogelijk. Ik doe daarom een pleidooi voor een overheid die toch ook de grote vragen en de onderliggende waarden van biotechnologie durft te benoemen en keuzes durft te maken. En dan komen we weer terug bij mijn vakgebied, de biomedische ethiek. Precies wat ethici kunnen is bestaande intuïties onderzoeken, interdisciplinair samenwerken, argumenten onderzoeken en articuleren. We kunnen in een vroeg stadium voorwerk doen, maar daarna ligt de bal bij u allemaal. De ethiek is zeker niet alleen van de ethici. Dames en heren, ik kom tot mijn conclusie. De ethiek was aan het begin van de 20e eeuw op een doodspoor. Maar werd nieuw leven ingeblazen door de biomedische wetenschappen en de geneeskunde. Met diezelfde biomedische wetenschappen gaat het nu niet zo goed. Ik heb het verteld. Een groot deel van het onderzoek is niet reproduceerbaar. De data zijn vaak niet open toegankelijk. Er zit een bias in de publicaties die wel verschijnen. En er is weinig vertaling van lab naar patiënt. En wat er onderzocht wordt, is niet altijd dat wat het grootste probleem voor patiënten vormt. En nogmaals, ik citeer uit het werk van mijn medische collega's. En dus de vraag, can ethics save the life of biomedicine? Ook de biomedische ethiek is niet zonder gebreken. Wij gaan soms wel heel ver mee in het science model, gericht op korte, snelle publicaties. En het is heel hard werken om ethisch-theoretisch gevoed te blijven en op de hoogte te zijn van de medisch-wetenschappelijke ontwikkelingen. En er is ook een overheersende perceptie dat de medische ethiek altijd maar weer innovatie tegenhoudt. Dat de ethiek vertraagt of dat het barrières opwerpt. Maar ik hoop dat ik u heb kunnen laten zien dat de moderne biomedische ethiek juist een enabler is. Dat we kunnen bijdragen aan duurzame biomedische innovatie. Bijvoorbeeld in de ontwikkeling van de genetica, organoids, big data, biobanken, voortplantingstechnologie. En dat is ook de rol die ik de komende jaren graag wil blijven spelen.
Vier kenmerken van het ethisch parallelonderzoek zouden een eerste hulpkit kunnen vormen voor de biomedische wetenschappen en de geneeskunde. Ten eerste een focus op die eerder genoemde wicked challenges, de grote maatschappelijke vraagstukken die interdisciplinariteit en normativiteit vergen. Dus die niet één persoon of discipline kan oplossen, maar waar we met teams naar moeten kijken. Waarover discussie zal zijn wat betreft de gewenste uitkomsten. Ons onderwijsblok Medical Humanities, dat alle geneeskundestudenten in Utrecht volgen in hun derde jaar, is een mooi voorproefje hiervan. Studenten krijgen inzichten aangereikt uit onder andere de ethiek, filosofie, scientific literacy, geschiedenis, het recht om zich zo voor te bereiden op de wicked challenges die ze in hun loopbaan geheid gaan tegenkomen. Het tweede kenmerk, voortvloeiend uit de eerste, co-productie. We doen het samen. Ten derde, pijplijndenken. Ethici kunnen impliciete waardeoordelen en normativiteit blootleggen. En we denken in de designfase, denk aan de keuken, in de designfase denken we al mee over waarde, vormgeving en kennisclaims. Maar daar blijft het niet mee. We lopen idealiter mee tot de maatschappelijke implementatie. En ten vierde, verbinding met de maatschappij. Medische ethiek spreekt tot de verbeelding van bredere publieke, politiek en de media. Waardoor het een natuurlijke verbinding kan leggen tussen de academie en de rest van de wereld. En daarom is onderwijs, maar ook publiekslezingen, social media en andere vormen van outreach zo enorm belangrijk. En ik ben dan ook heel trots dat ik de UU Publieprijs die ik afgelopen januari in ontvangst mocht nemen. Kortom, Can Ethics, Save the Life of Biomedicine. Ook hier geldt co-productie. Wij ethici kunnen helpen, maar we moeten het uiteindelijk samen doen. Ik verheug me erop om hier de komende jaren met u allen aan verder te werken. Ik heb gezegd,